vandaag al een hele tour gedaan via Merelbeke over Sint-Niklaas. Zijn we nu in Braschaat beland en we zijn aangeland bij Steven van Saint-Agny. Ik weet niet of je dat goed zegt, Saint-Agny, Italiaanse wijnen. En ook hij heeft een 50.000 e-commerce award van Webgier gewonnen en die gaan we nu overhandigen. Dag Steven. Dag Jo, goedemiddag. Eindelijk een levende lijve. Ça va, hallo. Proficiat, komen we officieel overhandigen. Dank je wel. De Webhero e-commerce award. Ja, dank je. Had er zelf ook al een keer ingekaderd eigenlijk. Ja, ik had hem eigenlijk ook al eens ingekaderd omdat ik dacht van ja. Ja, je wist nog niet dat we die officiële keer gingen komen overhandigen. Nee, ik wist het allemaal niet. Ik ben er allemaal nogal rap in. Dus, we proberen een beetje een blik achter de schermen te werpen van al onze Webhero awardwinnaars in onze community. Oké, dus mogen we hier ook eens een blik achter de schermen hebben? Ja. Kom binnen, welkom bij Centani. Ja, dat is mijn bord dat deze weekend dood is, stond voor de... Voilà, kom binnen. Oh my. Ja, dit is hier niet groot, dus hier... ik doe altijd kleine degustaties, echt heel persoonlijk met mensen. 4 tot 5 personen, makkelijk hier. En als er meer zijn, dan doen we dat thuis in onze living, binnen. Of op terras. Of bij mensen thuis, doe ik het ook wel. Zeg, en je doet alleen maar Italiaanse wijnen? Ik doe alleen Italiaanse wijnen, ja. En je hebt ook je eigen wijn. En wij hebben ook een kleine wijngaard in Italië. Amai. Ik heb een dag zag ik een advertentie op een Italiaanse site van een stukje grond in Monte Giovi, Casa del Piano, dus in die Maremma-streek aan de Monte Emiata. Gewoon een stuk grond met een klein magazijntje op, dat kon verbouwd worden eventueel. En ik vond dat wel interessant. Ben ik 2 dagen nadien eigenlijk het vliegtuig genomen naar Ginder. Ja. Met die mensen gebeld, ja, mag ik eens komen kijken? En die mensen, ja. Wanneer? Ik zeg, ja, kan ik morgen. En dan 2 dagen later was ik daar, een paar dagen verbleven. Ik kende de streek wel al een beetje. En dan ben ik 2 weken later met mijn vrouw en dochter er naartoe geweest. En dan eigenlijk een paar maanden later heb ik dat gekocht. Zeg, hoe vaak ga je dan naar Italië? Ik zit daar nu ongeveer om de 2 maanden moet ik daar naartoe. Je moet daar naartoe? Ik denk als je ziet, het is hier allemaal kleinschalig. Ja. Dus mijn opslagcapaciteit is ook kleinschalig. Dus al mijn voorraad van wijn zit eigenlijk in het lokaal hiernaast en een deel hiernaast. Ja. Dus ik kan een 4000-tal flessen stockeren, daar kom ik wel een tijd mee toe. Ja. Maar ik wil er ook sowieso regelmatig zijn om op te daten met de personen die voor ons de olijfbomen verzorgen en de wijngaard. En we zijn er ook wel een kleine vakantiewoning aan het bouwen, dus dat moet ook wat opgevolgd worden. Ja. De vinger aan de pols te houden. Vinger aan de pols, ja. Ik vertrek morgen terug. Goeie vooruitzicht. Ik had eigenlijk initieel, omdat mijn concept is dus een beetje het vooral... de wijnen persoonlijk tot bij de mensen brengen via wijndegustaties, mensen laten proeven echt, een verhaal vertellen, interactie. En ik had dan wel vrij snel die websites en de webshop nodig om toch iets van visibiliteit te hebben, omdat in straatbeeld zie je mij niet echt staan. Nee. Ik was ook niet van plan van in het begin echt investering te doen in een dure winkelpand, zeker niet in deze periode. Nee. En daar was ik hier in Braschaat bij iemand, bij een firma te raden, alleen eens gaan kijken. Die nogal ook alles van marketing en promotie en website. Ik kreeg er nogal een hele peperde factuur van. Allee, het is bij jou ook niet goedkoop natuurlijk. Ja. Maar, het was toch goedkoper. Het was een pak goedkoper, maar dat is ook een volledig andere insteek. Ja, dus daar wordt eigenlijk alles uit uw handen genomen. Wat dat goed is voor mij, want ik heb geen ervaring met websites en webshops. Maar het is niet zo toegankelijk als jullie systeem. Hè. Dus daar maken ze een website. Maar nadien, voor alles wat je niet wilt of veranderen wilt, moet je een aanvraag doen. Ja, zij doen klopt. Dat. Je kunt niet zelf, je hebt er geen invloed op. Wat is het beste advies dat je iemand kunt meegeven die nu met een webshop wilt starten? Je goed laten begeleiden. Hè. Ja. Ofwel kun je het zelf, want je hebt ook systemen dat je het volledig zelf kunt doen. Maar je goed laten begeleiden en dat had ik gedaan. Ik ben nu misschien niet altijd het beste voorbeeld, maar ik denk de goede begeleiding met de juiste mensen terechtkomen en echt wel een klik voelen ook met de personen die achter de website zitten. Want ondanks het feit dat we elkaar nog niet gezien hebben, met de mensen die ik al gesproken heb, telefonisch en zo. En bij mijn eerste, ik ben wel 1 keer op bezoek geweest natuurlijk bij u in de firma en dan met je collega's kennis gemaakt. Was er wel direct zo'n klik en de omgeving beviel mij ook wel. Fijn om te horen.